Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. Vandaag heb ik twee interessante gasten hier in de studio. Namelijk de heer Guillaume Pool en mevrouw Hilly Arduin, met wie ik ga praten over de liefde. U weet het intussen, vrijdag 14 februari is Valentijnsdag. Valentine voor ieder. En dan praat men over liefde, over geven. En daarom hebben deze twee mensen gezegd, ook wij gaan praten over liefde. En ze hebben dus een lobbytory, Valentijn vertellingen, vrijdag aanstaande in het cultureel centrum Suriname. En ze zeggen het zo mooi, ze gaan praten tussen de boeken. Dus ik ben benieuwd, u ook. Goed, laten we alvast eerst kennis gaan maken met de twee gasten die ik heb. Ik begin bij de mevrouw. Wie is Hilly Arduin? Nou, in de eerste plaats is Hilly Arduin moeder en grootmoeder. Moeder van 3 kinderen en grootmoeder van 5 kinderen. Dat vind ik het leukste wat ik ben. Daarnaast was Hilly Arduin heel vroeger onderwijzeres. Dat is echt heel lang geleden. Maar nu ben ik een klinisch orthopedagoog en psycholoog. En hier in Suriname werk ik bijvoorbeeld met Stichting Rumas. Maar daarnaast ben ik schrijfster. Ik heb een paar boeken geschreven. Ik schrijf gedichten die gepubliceerd zijn in bundels. Maar het allerleukste wat ik doe is vertelkunstenares. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk gewoon Tori Uma. Mm-hmm. En dat doe ik eigenlijk internationaal. In een heleboel landen ben ik al geweest om mensen en mezelf te vermaken met tories. Oh, oké. Okay. Daar gaan we straks meer van krijgen. En dan gaan we naar deze eerwaarde heer. Ik heb eerbied voor uw grijze draden, zou men zeggen, toch? Wie is Guillaume Pool? Ik ben Guillaume Pool. Bijna 90 jaar geleden geboren hier in Paramaribo. Ik heb een heleboel dingen gedaan. Ik woon al 56 jaar in Nederland. Maar ik ben elk jaar trouw hier om dingen te doen met alle mensen die ik achtergelaten heb. Ja, wat doe ik? Ik vertel verhalen. Ik schrijf gedichten, net als Hilly. We hebben een paar dingen gemeen met elkaar. Ja, en ach. Is dat uw werk? Wat doet u in het dagelijks leven? Het dagelijks leven? Gepensioneerde. Ik ben gepensioneerde mens. Ik ben vrij lang gepensioneerd. Oh ja, ik vergaat bijna 90 jaar lang. Bijna 90 jaar. Dus ik doe wat ik leuk vind. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat helaas niet kunnen zeggen. Ik doe wat ik leuk vind. En ik vind het trouwens, ik heb het nog nooit gezegd, maar ik vind het ontzettend leuk om samen met Hilly de verhalen te vertellen. Er is een klik tussen jullie. Ja. Er is een absolute klik. Een zeer professionele klik is er tussen ons. Als wij kunnen gewoon elkaar telefonisch melden. We gaan een programma maken en het thema is dat, zoveel tijd, zoveel tijd. En het programma is gemaakt. Wow. Okay. Ja, dat is met jullie. Dat is leuk. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Volgens mij heb ik Guillaume jaren geleden, want ik woon ook in Nederland. Mm-hmm. En eigenlijk, wat Guillaume zei, ik doe dingen die ik leuk vind. Okay. 6 maanden Suriname, 6 maanden Nederland. Nou, ideaal. Absoluut. Ik zeg altijd, ik woon en werk in 2 landen. Mm-hmm. Ik weet dat ik Guillaume ontmoet heb in daar in Oost, zo dat ding, dat groot gebouw, een tropenmuseum. Mm. Tropenmuseum heb ik hem voor het eerst bekijkt. Guillaume valt op, hè? Zo iemand valt op. En toen heb ik hem ontmoet. En ik had toen een verhaal over Nanny en de Redcoat. En toen heb je me daar iets over gevraagd. Dus dat kan ik me heel vaag herinneren. Daar ontmoette ik jou voor het eerst. En ik vond je indrukwekkend. Voor de eerste keer eigenlijk ontmoette ik iemand die bezig was met het vertellen van een verhaal. En ik vond het indrukwekkend. En na afloop ben ik naar haar toe gegaan
om haar een compliment te geven en haar te vragen of ze mij de tekst van het verhaal wilde geven. En dat moet je in feite aan een verhalenverteller nooit vragen. Ze gaan het nooit doen. Heeft u dat gedaan? Nee, kijk, dat ook. Kijk, een verhalen, ik vertel verhalen. Kijk, schrijven, daar heb ik een tekst. Maar verhalen is niet met tekst werken. Bijvoorbeeld voor volgende maand hebben we ook een programma. En een van degenen die zo vertelt, zei, ik stuur je de tekst. Ik zeg, nee, ik wil de tekst niet hebben. Ik wil je verhaal horen. Snap je? Als je een tekst hebt, ben je geneigd te gaan lezen. En je zegt nee. Bijvoorbeeld, en dan behalve dat, je wil je vasthouden aan je tekst. Ja. En dan zeg je, oh ja, er staat, en toen ging hij in de hoogte. Dan denk je, oh ja, ik moet zeggen, en toen ging hij in de hoogte. Een voordrachtskunstenaar, die onthoudt de tekst. Maar een storyteller vertelt jou de tekst. Ja. Improviseert soms ook. We improviseren het meest. Wij vertellen is eigenlijk improviseren. Wij kennen de lijn van het verhaal, maar de tekst maken we tijdens de vertelling. Ja. Even een voorbeeld. Bijvoorbeeld, een konja zo naar ATV en toen? Ja, kijk, ik vul hem even aan. Het betekent niet dat je niet voorbereidt. Oh. Juist omdat je weet dat je moet improviseren, moet je heel goed voorbereiden. Ja. Bijvoorbeeld voor de vertellingen van vrijdag ben ik al in november begonnen. Oh. In november begon ik me voor te bereiden voor februari. Aha. Snap je? Ik moet me voorbereiden. Ja, ja. Omdat ik het verhaal heel goed moet kennen. Want als ik interactief bezig ben, en dat is met storytelling, moet je interactief zijn. Moet ik de lijn heel goed weten. Ik moet heel goed weten wie mijn karakters zijn. Ik moet iedereen in het verhaal goed kennen. Want anders gaat mijn lijn weg. Dus je moet, terwijl je het verhaal kent, ook echt goed in contact zijn met je publiek. Dat is een vereiste van de storyteller. En weet je wat wel het mooiste is? Als wij het verhaal een volgende moment moeten vertellen, dan is het verhaal anders. Ja, dat is een vertelkunstenaar. Wij werken niet met de geschreven tekst, maar wij werken met de verhaallijn. Dat en dat moet gebeuren in het verhaal. En elke keer weer zit er een nieuwe tekst aan te komen. Ik zet mijn verhaallijn zet ik wel op schrift. Want ik bedoel, ik moet een repertoire hebben. Hè? Ik bedoel, ik ga niet voor iedere gelegenheid een nieuw verhaal bedenken. Want het is een heel werk om een verhaal vertel klaar te maken. Dus het is niet zo dat ik zie dit. Het kan ook niet zo zijn dat iemand mij een verhaal geeft en zegt, wil je het even vertellen? Nee, er is het echt een heel werk aan vooraf. Dus ik schrijf mijn verhaallijn, schrijf ik wel op. Ja. Want ik onderschat het daarnet, hè, toen ik zei van begin met een verhaal. Nee. Er gaat een gedegen voorbereiding aan. Zeker weten. En hoe loopt het met de voorbereiding voor vrijdag aanstaande? Is er veel of is het al? Nee, wij zijn bezig. Altijd, de hele tijd, tot aan de vertelling toe, zijn we bezig met de voorbereiding. Eerst komt het moment dat we gaan zoeken naar de verhalen. We hebben besloten, het thema is de liefde. En dat betekent dat wij naar verhalen gaan zoeken die met de liefde te maken hebben. Wij zoeken over de hele wereld. Heli, die, ja, het is prachtig om te zien. Want die Heli, die zoekt het in vrij dichtbij. En vooral waar veel expressie in voorkomt. En ik zit het meer te zoeken in hele uitzonderlijke liefdes. En de mensen die naar de voorstelling komen, die zullen merken dat het heel uitzonderlijke liefde is. Bijvoorbeeld iemand raakt verliefd op een schilderij. Oh. En trouwt met het schilderij. Oh. En overal met het schilderij. Kijk, dat is zo uitzonderlijk en zo mooi. En dat geeft liefde namelijk een heel ander karakter, een heel andere vorm en een heel andere waarde dan veel mensen eraan toekennen. Ja,
En ook, ik vind wat ik dan mooi vind in de verhalen die wij vertellen, is die magie, hè? Fictie, non-fictie. Wat is waar? Wat is spiritueel? Wat is, weet je, ik vind als ik een verhaal vertel, luister je naar mij. Ik vind ook, je bent een waarnemer. Het is niet alleen maar luisteren. Het is luisteren, voelen, ruiken, proeven. Je bent een waarnemer. En je doet met het verhaal wat het verhaal met jou doet. Okay. Dus je laat je leiden. Ja. Okay. Maar wilde u altijd dichteres of vertelkunstenares worden? Hoe is het zover gekomen? Natuurlijk wilde ik het niet worden. Je moet gewoon een beroep hebben en je brood verdienen. Ik bedoel, klaar, punt uit. Mijn eerste beroep was onderwijzeres. Maar ik merkte, ik hield ontzettend van geschiedenis. Hè? Omdat die leraar zo mooi vertelde. En ik weet nog, toen ik kwekeling was, heette dat ding. Hè? En dan vertelde ik die kinderen een verhaal. En dan vroeg die juffrouw aan me van, waar heb je het verhaal vandaan? Zeg ik, nee, ik heb het net verzonnen. Dus ik merkte al vroeg dat ik verhalen kon vertellen. Maar ik wist niet dat verhalen vertellen een podiumkunst was. Nog mooier, de eerste keer toen ik ermee in aanraking kwam in Amsterdam, toen zei ik tegen mijn toenmalige partner, ik ga verhalen vertellen. Nou, hij lag dubbel. Hij zei, gaan mensen betalen dat je gewoon een tori gaat vertellen? Ik zeg, ja. Hij zegt, betalen die mensen entree? Ik zei, ja, het is een podiumkunst. Nou, hij zei, ik kan me, je gaat gewoon Anansi Tori voor die mensen vertellen. Ik zei, ja. Maar je groeit erin, hè? Dus ik ben erin gegroeid. Ja. Ja. Is het ook zo gegaan bij u? Bij mij? Ja. Hoe ben ik eigenlijk vertellen geworden? Ja. Ik was eerst dichter. Oh. En ik vond het performing art. Een gedicht moet je uit dat boek halen en brengen naar het publiek. En dat deed ik. En op zeker moment, ik mag zijn naam noemen, Paul Middelijn, die pakt die papieren bij mij weg. Het was in Dordrecht in Nederland. Pak die papieren weg en vertel het publiek het verhaal. En ik zeg van Paul, ik heb helemaal geen verhaal. Ik ben geen verhalen vertellen. En hij zegt, dan word je het nu. Heb ik een verhaal verzonnen door mezelf te brengen, heel professioneel wat ik deed, door mezelf te brengen naar die 13-jarige jongen op plantage Tilivo. Hoe bang ik was daar voor de goden, de geesten. En dat verhaal heb ik verteld in een hapklare brok. Die mensen konden het waarderen. En dat verhaal heb ik opgeschreven en ik heb het nooit meer verteld. Nooit meer verteld? Nooit meer verteld. Waarom niet? Ik vond het zo waardevol. Het is een eye-opener. Het heeft mij op een punt gebracht van, Guillaume, dit kan jij ook. Ik zeg, sang! Ik kom thuis en ik zeg tegen mijn vrouw, hé, ik kan verhalen vertellen. Ja. Ik zeg, maar zo ga ik niet op het podium. Ik wil toch eerst iets meer weten. En toen ben ik begonnen, niet om naar lessen te gaan volgen, maar om te gaan kijken, wat doen de professionele vertellers? Ik ben in Engeland geweest, ik ben in België geweest, ik ben in Ierland geweest. Kijken, wat doen professionele vertellers? En nadien heb ik bepaald hoe ik als verteller wil zijn. Ik ben bijvoorbeeld een van de weinige vertellers die zingt. Oh. En als er niet gezongen wordt, dan zorg ik ervoor dat er een lied voorkomt. Gewoon, er komt een lied in voor. En dat zing ik ook. Ik trommel ook. En ik ben een van de weinige vertellers die met een trommel werkt. Dus zorgen in elk geval dat je iets te bieden hebt. Dat je uitzonderlijk bent. Hilly en ik, wij zijn allebei de professionele vertellers. Maar we lijken niet op elkaar op het podium. Nee. Maar ik hoor
heel veel variatie dus bij u. Ja, want ik ben al vrij vroeg begonnen om mezelf te ontlasten van de verplichting om annunciatorieverteller te worden. Ik wil geen annunciatorieverteller worden, ik wil een verteller worden. En een verteller vertelt alles. Mm-hmm. En dat maakte dat ik als eerste keus gemaakt heb, het is niet te geloven, Japanse verhalen. Die ben ik als eerste gaan kiezen. En later verhalen uit het Midden-Oosten en dan naar China. En zo heb ik de wereld veroverd. De verhalen heb ik overal weggehaald. Daarom de meeste liefdesverhalen die ik vertel, zijn verhalen uit van de wereld. Ja. Ja? Kunt u zich nog uw eerste verhaal herinneren? Ja, helemaal, helemaal, helemaal. Het was een zelfgeschreven verhaal. Anansi op de Albert Kuip. Oh. En Frans Foppe, kan je die naam nog herinneren? Tuurlijk. Frans Foppe was dé vertelman in Amsterdam. Ja. En een vriendin van me, die zei tegen me, Hilly, je moet komen, je vertellen is... En je schrijft... Ja. Dus ik kwam. En ik denk, nou ja, ik had er echt nog nooit van gehoord. En vertellen als podiumkunst. Mm-hmm. Dus ik ging dat verhaal aan Nancy op de Albert Kuip vertellen. Nou, en men vond het zo goed dat men me direct heeft uitgenodigd voor een groot vertelfestival in Amsterdam. Okay. Dus ik denk, hé, ik kan verhalen vertellen. Ja. Hè? En zo is het eigenlijk begonnen. Mm-hmm. En wat Guillaume zegt, ik wil me niet vastpinnen van... Je bent de Surinaamse annunciatorieverhalen vertellen. Dat doe ik niet. Ik ben wel annunciatorieverhalen vertellen. Dat is wel een van mijn dingen. Maar ik vertel volksverhalen. Volksverhalen van overal in de wereld. En het mooie aan volksverhalen is dat de thema's hetzelfde zijn. Jaloezie vind je overal. Liefde vind je overal. Nijd. Alleen wordt het anders verwerkt. En bijvoorbeeld in Afrikaanse verhalen zijn dingen donker. Maar dan heb je veel oerwoud. Maar in China, Japan, bergen, draken. In Afrikaanse verhalen zal je nooit een draak tegenkomen. Hè? Maar wel een geesten die je niet kan zien en zo. Maar Japanse verhalen, kijk maar altijd tegen de bergen. Je hebt altijd, hè? Je hebt altijd bergen. En er is geen, er bestaat geen Japans verhaal of er komt een geest in voor. Vooral in de bergen. Meestal in de bergen. Ja. Omdat je daar bergen hebt, hè? Dus dat vind ik mooi. En waar je veel rivieren hebt, dan heb je verhalen met rivieren en vissen. Weet je? En dat vind ik zo mooi aan volksverhalen. Dus ik, ook in mijn repertoire heb ik echt per land verhalen, hè, die ik verteld heb. Hè. En dat is leuk. Maar de mensen moeten in touch zijn, hè, met de verhalen die verteld worden. Bedoel je de verhalen vertellen? Tenminste, de landen. Als je in een land bent, moet men een beetje in touch zijn. Of niet? Je kan gewoon in China zijn en iets over Suriname vertellen. Of zo. Tuurlijk. Oh. Tuurlijk. Ik bedoel, ik was... Nou, vorig jaar heb ik in Canada verteld. Het was echt geweldig. En voor demente bejaarden die de Holocaust hebben meegemaakt. Weet je welk verhaal heb ik verteld? Mevrouw Chomsky en de krokodil. En ik heb hem, het is een, geloof ik, een Indiaas verhaal. Want mevrouw Chomsky en... En ik heb hem versurinaamst. En het gaat over een krokodil. Dus welk liedje zing ik in het verhaal? Een abari tjue tjue, biggie kaiman, kaiman, kaiman. Dat liedje heb ik in mijn verhaal verwerkt. En daar zit je dan met 40 demente Joodse bejaarden die de Holocaust hebben meegemaakt. Okay. Allemaal, wat moesten ze doen? Tjue tjue, tjue tjue. Nou, in Canada, nou, dat is leuk. Dus je brengt een als ik in het buitenland vertel, zal ik altijd een Surinaams verhaal vertellen. Altijd. Gewoon, ik kom uit Suriname. Altijd een Surinaams verhaal. Oké, mooi. Ik heb het, ik heb een andere draai aangegeven. De manier waarop ik vertel is een beetje Surinaams. Nee, het ruikt naar Surinaams. Het voelt Surinaams. De manier waarop ik vertel. Want jij begint altijd met... Ja, met het trommelen. En ik begin met het verhaal van mijn oma. Ja, mijn oma die bij de kreek zat.
elke middag met haar eindje. Mm-hmm. Het is zo'n stukje sigaar. Oh, ja. Mm-hmm. En dan zat ze vaak echt een klein beetje onbehoorlijk. Dat zat mijn oma onbehoorlijk. Maar je mocht nooit zeggen wat je ziet of hoort. Dat was absoluut verboden. En dan had ik een truc bedacht, want ik was de oudste, had ik een truc bedacht en dan ging ik zingen. Tio, tio, bam, tio, bam. Ja, musrika, no combet mi tanta nentini. Dan ging ik dat zeggen, dan gaat dat gordijn langzaam dicht. Kijk, dat is zo mooi. De vindingrijkheid die ontstaat hieruit. Want dit systeem van vertellen heb ik ook wanneer ik in Ierland, wanneer ik uitgedaagd word daar op een Iers eiland, om een verhaal te vertellen. En dan pik ik mijn oma eruit. Begrijpen ze het? Of moet u dat lied vertalen? Natuurlijk. Srikano. Het is internationaal, hè? Het is internationaal. Dit zijn internationale tendensen, grappen. Ja. Iedereen voelt het. Ja. En je bent natuurlijk professioneel. Je weet precies hoe je het erin moet gooien. Hè? Het is een kwestie van ervaring. Dat je weet. Hilly en ik vertellen heel veel in Nederland. Mm-hmm. En we vertellen Nederlandse kinderen. Vertellen wij die Surinaamse of Afrikaanse verhalen. Mm-hmm. Die exotische verhalen, die zijn gewild. Mm-hmm. Dan zou je zeggen, begrijpen die kinderen? Kunnen ze het volgen? Absoluut. Natuurlijk. Internationaal. Het is gevoel. Het is gevoel is vertellen. Ik kan je nu een verhaal vertellen over Verwegistan. En jij pikt uit het verhaal wat jij wil. Dat is het gewoon. Je pikt uit het verhaal wat jij wil. Dat begrijp ik helemaal. Want ik hou van vertelkunst, inderdaad. Je zit daar, soms kun je je ogen dichtmaken, luisteren en dan voel je het helemaal. Wat ik bijvoorbeeld, wat hij zegt van Nederland, ik had een verhaal. En die meneer sloeg op een drum. Mm-hmm. En ik zei, piki tiki 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 tiki. En ik zag een vrouw in de zaal helemaal zo gaan. Ik zei, mevrouw, u deed ook mee, hè? Nou, weet je, dat. En dan, nee. Ik kan me wat bij voorstellen. Ik kom in een klas. Uh-huh. Ik kom in een klas waarbij de leraren mij erop voorbereid hebben, meneer Poel, dit is een hele moeilijke groep. En ik kom bij mijn trommel en ik sla en die jongens die klommen op de tafels, op de stoelen, dansen. En ik heb dat gebruikt juist om orde te brengen door hen te vragen van of ze op één bepaalde plek allemaal konden komen en ik heb mijn verhaal kunnen vertellen en ik heb ze de kans gegeven om een beetje tropisch te doen. Ah, daar kan ik me ook wat bij voorstellen. Ja, nou. Dus nu hebben we heel veel meer geleerd over de vertelkunst. Je zou denken, vertellen van verhalen. Men pakt een boek, leest iets en vertelt het terug. Maar nu horen we dat er veel meer aan te pas komt. Wat kunnen de mensen vrijdag verwachten? Lobitori verhalen, echt liefdesverhalen, liefdes in wijze zin des woords. Behalve Lobitori gaan we deze keer ook gedichten. Rosemarie Maitre en Giovanni met de gitaar, en die zullen ook een paar gedichten tegen horen brengen. Het wordt een zeer gevarieerde avond. Absoluut, bij mij komen er 9 spoken. Die komen. Negen spoken komen in het verhaal voor. En die 9 spoken die zorgen voor ongelooflijk veel lol en geluk. Als je weet hoe. Gaat ze ook trouwen? Die spoken? Die mensen die bang zouden moeten zijn voor de spoken. Die gaan wel trouwen. Oké. Ja, en misschien is het leuk om te zeggen,
En doordat de vrouwen heel standvastig waren. Dus de vrouwelijke partner, die komt in aanraking voor het eerst met die spoken. Mm. En ze weet zich zo goed te gedragen dat die spoken zeggen, wij zorgen ervoor dat ze gelukkig is. Wow. Volgens mij zouden ze hier in Suriname wat meer spoken moeten hebben om mensen gelukkig te maken in de liefde. Ja, ik denk het ook. Want 9 spoken zorgen daar voor veel liefde. Hier hebben we meer nodig. Ja, maar dat komt. Kijk, in het buitenland zijn spoken, alle spoken hetzelfde. Maar hier heb je te veel onderscheid, differentiatie in de spoken. Oh, Een Yorka is een ander soort spook. Dan een Libba. Maar weet je dat een Libba een goede spook is? Okay. Per definitie al. Ja, is een krimpassie. Krimpassie. Ah. Dat betekent nooit voor een Libba aanlopen, maar altijd achter de Libba. Maar hoe herken ik die Libba nu? Dat ik weet van, hey, dat is een Libba, ik moet achter de Libba aanlopen. Gevoelsmatig. Als je een Libba daar ziet, dan weet je, dit is een Libba. Een hele echte Libba. Net zoals een bakroe. Als je een bakroe ziet, dan weet je, wegwezen. Oh, oké. Ik heb nu het gevoel dat ik weg moet wezen. Dus we hebben drie gehoord. We hebben drie gehoord. Een Yorka, een Libba en een bakroe. Zijn er meer? Ja, er zijn er veel meer. Maar ik ga de mensen niet bang maken. Ze moeten die aan. Als ze komen ze niet. Dan komen die mensen mij vertellen van, ja, jij hebt die bakroes opgeroepen. Ja. Terwijl wij hier zijn, zitten ze thuis op ons te wachten. Noem maar. Het worden gewoon mooie verhalen over 9 spoken. Maar jullie gaan tussen de boeken zijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de bibliotheek is groot. Mm-hmm. En een deel van de bibliotheek, daar kunnen zeker 150 stoelen. Dat doen we al een 2-3 jaar, hè? 2 jaar ongeveer. Mm-hmm. En die stellen we op een bepaalde manier op, zodat er genoeg zitplaats is. Een punt is wel, we beginnen om 7:30. En we hebben wel meegemaakt dat er om 6:30 al 25 mensen voor de deur staan, omdat ze een goede plaats willen hebben. Maar dus we moeten ook direct geruststellen. Mm-hmm. We hebben een goede geluidsinstallatie. Okay. Wij hebben ervoor gezorgd dat iedereen het verhaal echt woordelijk kan volgen. Ja. Mm-hmm. Ik wil toch zeggen, maar soms wil ik de mensen ook zien. Jawel, maar ze kunnen ons sowieso zien. Hè? Een verhalen vertellen blijft niet statisch op één plaats staan. Ik wil toch iets over die geluidsinstallatie zeggen. Kijk, wij doen het gratis. Belangeloos. Maar we vragen wel een vrijwillige bijdrage. Mm-hmm. En van die vrijwillige bijdragers plus een sponsoring hebben we een hele goede geluidsinstallatie voor CCS gekocht. Oh. Voor de bibliotheek CCS, die daar al een jaar hangt. Dat is heel mooi. En CCS is geen rijke organisatie. Het is gewoon een arme organisatie. En wij zorgen ook elke keer ervoor dat er genoeg stoelen daar zitten. Ja. Wij zijn echt gewoon lekker heerlijk bezig om een cadeau uit te wikkelen voor de mensen. Okay. Steeds komt er een beetje bij. Dus nu een geluidsinstallatie, stoelen, straks komt er nog iets bij. Misschien ja. Ja, je weet nooit. Misschien krijgen ze van ons, Hilly, jij en ik, een theater. Oh. Bijvoorbeeld. Oh my god, dat zou goed zijn. Speciaal een verteltheater. Helemaal, echt waar. Maar misschien als tussen iemand dit hoort, want dit mag ik er wel bij zeggen. Wij kwamen nog een klein beetje geld tekort. En wie komt daar met dat geld? Sommigen, we hebben het niet gevraagd. Belde mij op, je krijgt de rest van het geld, meneer Kiripalani. We maken geen reclame, maar meneer Kiripalani belde mij op, je kunt de resterende geld komen halen. Ja, misschien, je weet maar nooit, dat meneer Kiripalani zegt van, wij gaan niet kijken naar het gedonder op dit moment, maar we zetten op het vrije terrein van CCS
een verteltheater neer. Hilly, wat vind jij daarvan? Prima. Maar niet meneer Kirpelani alleen hoor. Iedereen die zegt van, goh, ik weet niet wat ik met het geld moet doen. Ja. We kunnen het goed positief gebruiken. Ik heb die naam genoemd alleen maar omdat ik vond dat het een geweldig goed voorbeeld. Zeker. Die heeft niet eens gewacht dat wij kwamen vragen. Die heeft gewoon gezegd van, jullie komen dat kleine beetje geld. Ach, dat krijg je van ons. Dus het bedrijfsleven, als u dit volgt, ondersteun deze twee geweldige mensen. Want het is niet alleen, wat je zegt, het is niet alleen dat de voorstelling, maar we gaan ook op scholen. Dat is natuurlijk ook iets. Hè? We op scholen, we vertellen op scholen en we leren kinderen vertellen. Bijvoorbeeld, ik ben naar een pedagogische academie hier geweest, waar je dan vertelcursussen geeft. Hè? Mm-hmm. En kinderen leren vertellen. Hè? Dat is dus niet alleen. Het zou goed zijn ook dat de onderwijzer, de leerkrachten, de vertelkunst leren. Zo breng je soms ook je les op een heel makkelijke manier over. Guillaume gaf bij het IOL-les, op het IOL-les. Hè? Dat zijn leerkrachten die je dan leert hoe je moet vertellen. Yes. En ik denk dat de goede ondersteuning is voor kinderen. Kijk, nogmaals, sommige kinderen kunnen niet mee met het geschreven woord. Dyslectische kinderen die gewoon een minder capaciteiten hebben. En door kinderen te leren vertellen, kunnen ze bepaalde dingen gewoon vertellen aan je, weet je. Dus, vrijdag gaan we genieten helemaal van de liefde en die spoken. Ja, en we gaan een heleboel van leren, want vertellen is een leerding. Het meeste geldt het een leerding. Je leert ontstellend veel. En wij, Hilly en ik, zijn de magiërs. Waarom? Want wij vertellen één verhaal, die gooien we de zaal in en iedereen krijgt zijn eigen verhaal. Ik zal dan ook nooit, soms komen mensen naar me toe na vertellen. Mevrouw Ardem, wat bedoelt u eigenlijk daarmee? Ik zal nooit zeggen wat kunnen we doen. Ik vraag altijd, wat vindt u er zelf van? Ik ga mijn idee, mijn gevoel niet op jou leggen. Jij moet er zelf iets mee doen. Dus daar hebben we de namen gehoord. Guillaume Paul, Hilly Ardem, maar ook D'Angelo Cabenda. Dat is de gitarist. De gitarist en Rosemarie Maitre, de performer, de gedichtenschrijfster en een gedichtenvoordraagster. Wat een hele gevarieerde avond. Ja. 7:30? 7:30, precies beginnen we. Okay. En ongeveer 2 uurtjes, 3 uurtjes? Ja, twee uurtjes. Maar de mensen genieten toch, neem ik aan. Nee, maar je moet het ook niet te lang maken, want dan wordt het vervelend. Weet je, je moet gewoon lekker. Mensen moeten die aanloop krijgen, climax, en dan zakt het af en dan gaan ze naar huis en dan gaan ze verder met de liefde. Ja, ze nemen het mee. En de toegang is geheel gratis. Gratis. En ik vraag aan Hilly. Hilly, ga je ook een liefdesgedicht doen? Eigenlijk solliciteer ik om toestemming om ook een liefdesgedicht te doen. En als ik een liefdesgedicht doe, dan doe ik het voor Carla. Een liefdesgedicht van Carla. Stand by, we luisteren. Wat, nu? Op dit moment? Nee. Ik moet vrijdag komen. Je moet vrijdag komen. En dan hoor je je gedicht. Ik ben er zeker, als eerste. Dan moet ik ook om 7:30 voor de poort staan, hè, voor je goede plek. Ik ga een plaatje voor je bewaren. Nou, in elk geval, heel leuk. Heel veel succes. Nu al hebben we de vibe gevoeld van deze twee vertelkunstenaars. En we hebben gemerkt van waar jullie die gaven hebben. Het is een gave eigenlijk. Hè? Ik geloof het wel. Kijk, vertellen is een ambacht. Hè? Is een ambacht. Maar als je niet die gaven hebt, niet het talent hebt, ben je een flatte verteller. Ja? Ik denk, ik geloof dat wij talent hebben. Nou, niet geloof, ik weet gewoon dat we talent hebben. En met die techniek, hè, met het ambacht, word je een goede verteller. Je kan niet alleen zeggen, ik heb talent, ik word een goede verteller. Nee. Of ik heb die ambacht, techniek, het is die twee. Hè? Hij is naar Ierland en zo. Ik luister, ik dwing mezelf om zeker 1 keer per week, als ik al meer, naar vertellers te luisteren via YouTube. Je voedt jezelf dan, hè.
En voordat ik meneer Paul laat gaan, u gaat ook iets doen met de fiets, heb ik begrepen. Dat is het al onthouden. Vorig jaar heb ik met de fiets, een beetje samenwerken met de fiets, hebben Haley en ik het sprookje van de Indianen verteld. En toen ontdekte ik dat ze niet veel documentatie hebben. En documentatie is in ons vak is heel noodzakelijk. Ik ontdekte het en ik heb nog een heleboel boeken. En ik heb de boeken allemaal verzameld, bij elkaar gebracht en gedoneerd. Officieel wordt het pas over een paar dagen dat ze het krijgen. Krijgen, in hun bezit krijgen. En de boeken zullen ook worden meegenomen. Ik zeg dit van tevoren, zodat ik nog meer mensen kan lokken naar die avond die we gaan houden. Dat ze komen kijken, want de boeken krijgen een fantastische bestemming. Want ze krijgen een plekje in de universiteitsbibliotheek. En daar kunnen veel meer mensen gebruik van maken. Dus de mensen kunnen dan de geschiedenis van de Indianen lezen? De geschiedenis van de Indianen. Ik noem ze nog steeds Indianen, omdat ik van die naam hou. Inheemsen? Nee. Ik heb die naam inheems, ga geen ruzie zoeken hoor. Maar ik heb die naam inheems geanalyseerd. Het past niet bij mensen. Het past bij de krokodil, het past bij de aboma, maar het past niet bij mensen. Nee, het past inheems, wat betekent dat dan? Inheemse planten kun je hebben, inheemse dieren, maar geen inheemse mensen. En bovendien, dat kan namelijk ook niet, want ze zijn daar gekomen. Ja, ja. En dat lezen we allemaal in de boeken, hoe ze daar zijn gekomen. Absoluut. Mijn collectie gaat over de hele geschiedenis van de Indiaan. Hoe ze namelijk uit Azië gekomen zijn. En wie het niet wil geloven, die gaat bij mij over de knie. Het gaat, de Indianen, of de Indiaan, is gegaan over Azië, dan over de Beringzee. En dan, net als nu, zo gauw mensen land zien, willen ze dat land bezitten. Dus steeds verder, steeds verder, steeds verder en steeds verder. En elke keer blijven er een paar mensen achter. En die werden dan stammen genoemd. En ze zijn op een bepaald moment waren ze bij Argentinië, waren ze een beetje uitgeput. En ik zou ze niet aanraden om verder te gaan. En daarom, ik vind ze zo belangrijk, maar ik vind het ook belangrijk dat ze weten hoe hun achtergronden eruit zien. Want ook hier in Suriname, heel veel documentatie waarvan ik de mensen vraag van, heb je dat al gezien? Ken je dat ook al? Nee. Dus ik zorg voor acht boeken. En op de... Nee, boeken. Op boeken? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht veel meer. Oh, veel meer. Nou, tot slot. Dus lezen is ook heel belangrijk, hè? Lezen is belangrijk. Ik denk dat lezen je horizon verbreedt. Doordat je gaat lezen, zie je, ervaar je hoe dingen ook anders kunnen dan jij denkt. Je treedt in de gedachtenwereld van iemand anders. En je kan het ermee eens zijn met die gedachten of niet mee eens zijn. Je ziet hoe men in andere landen leeft. Ik bedoel, dat is informatief, maar non-fictie vind ik mooi, omdat je dan leest, maar dan kan je eigen verhaal ervan maken. Dat vind ik mooi van non-fictie. Ja, als je een roman leest, dan droom je erin weg. En je kiest, als je een roman leest, partij voor een van de personages. Dat doe je altijd. En dan ga je in jouw eigen fantasie met die personage mee.
Nou, mag ik u heel veel succes toewensen. Vrijdag zijn we er met z'n allen in het CCS tussen de boeken. En dan gaan we luisteren naar Lobitori, Valentijn Vertellingen. Dus u gaat er ook naartoe. Vrijdag 14 februari, 19:30 precies start het Lobitori in het CCS. Ik bedank deze twee gasten heel hartelijk. En moet aangeven dat ik zo ben gekomen aan het eind van In Gesprek Met voor vandaag. Het is een hele leuke, lange versie geworden, dus geen tweede onderwerp voor vandaag. Alleen maar de heer Guillaume Pool en mevrouw Hilly Arduin. En met hun heb ik niet alleen gesproken over die Lobitori Nitti, maar ook over verschillende aspecten van vertelkunst. Daar hebben we heel wat bij geleerd. Want ik dacht ook, je kan staan en vertellen, is meestal iets verzinnen, maar dat is het niet. Hè? Je heeft gehoord, heel veel voorbereiding gaat eraan vooraf. En daarom kunnen ze een hele goede performance neerzetten. Nou, ik bedank u voor het willen kijken. De herhaling, als u nog net deze aflevering heeft gemist, is vanavond om 19:15 op kanaal 12.2. Tot volgende week. Goeiedag.